gauw dat ik hier binnenkom, ja, dan ben ik thuis. Het is mijn tweede huis. Ik werk op de Meerzorg. Dat is een groep met dementerende bejaarden. Ik vind het te heerlijk om daar te zijn. Dit is mijn doelgroep en ja, dit is mijn huis. Nou, omdat ik het hier heel leuk vind en gezellig. En op aanraden van anderen ook nog. Mijn schoonmoeder heeft hier ook gewoond. En mijn moeder ook nog. Dus het is hier gewoon, ja, goed. Heel goed. En ook een gymnastiek. Ja, dan blijf je in de stoel zitten. En doe je aan mijn oefening, weet je wel. En er zijn een paar oude mensen bij. Nou, je lacht je nog. Gezelligheid brengen en uitstralen ermee, dat is een belangrijk ding. En dan op een juiste manier de babbel gebruiken. Hè. Er verandert veel in de gezondheidszorg. Wetten en regels veranderen. Gemeenten krijgen een belangrijkere rol. Burgers zijn meer zelfverantwoordelijk. Ook zorginstellingen gaan met de veranderingen mee. Humanitas is een modern woonzorgcentrum dat een prettige woonomgeving biedt aan haar bewoners. Het zorgcentrum onderhoudt ook een warmere relatie met haar buren, de stad Deventer en de inwoners van Keizerslanden. Humanitas stelt zich graag aan u voor, zodat u weet hoe het leven en de sfeer binnen Humanitas is. Maar ook dat u het terecht kunt als bij een goede buur. De personeelsvereniging sluit aan op het aandachtspunt Vitaliteit binnen Humanitas. We gaan vanavond een gezellige avond ervan maken. Het is wel do it yourself. Je bepaalt zelf ook wat je gaat doen. We hebben een drietal mogelijkheden aan activiteiten. Hier met onze Sebastiaan, ook Sebas genoemd, kun je wraps gaan maken of een rauwkostsalade. We hebben bij de meesten wel jullie bekend onze Jacob, die jullie vanavond meeneemt als je wat fitnessdingen wil doen. Wat is nou niet beter als even kennis maken met mindfulness? En dan hebben we onze Veroni, die daar zit. Die geeft vanavond een introductiecursus, mindfulness. Hoe kun je nou even tot jezelf komen? Even weer het rustmoment zoeken. En zorgen dat je daarna weer lekker er tegenaan kunt. Tijdens een van de workshops kan iedereen kennis opdoen over het lekker en gezond bereiden van wraps. Uitgenodigd om een soort van workshop presentatie te geven. Wat kun je met rauwkost, wat kun je met wraps. En dat is het eigenlijk. En daardoor ben ik gevraagd, Humanitas is al een klant van ons. Een soort van werkfruit, wekelijks, een paar kistjes vol voor het personeel. En vandaar dat Evi, onder andere van de personeelsvereniging, mij gevraagd heeft om dit te doen. En op zaken proberen we echt Hollands fruit te doen. Eén, omdat ik het leuk vind. Het is ondergeschikt een beetje. Het heeft ook een klein beetje met de prijs te maken, want het hoeft niet zo ver te komen, dus je hebt geen transportkosten. Maar het zijn nog steeds lekkere appels. Dus chapeau voor die kweker. Er is genoeg, dus ze kunnen in ieder geval genoeg aanschuiven. En het idee om dit ook thuis te kunnen gaan maken. En als je een keertje geen zin hebt, kom een keertje aanwaaien. En dat is natuurlijk de tweede insteek ervan. Uiteindelijk hoop je toch weer één of twee klanten erbij te krijgen. En het is leuk voor Humanitas. En dat Humanitas als klant zijnde ook zoiets heeft van laten we dat een keertje doen in plaats van. De deelnemers zijn opgedeeld in groepen. Deze groep doet mee aan een cursus mindfulness.
Nou, ik ben gevraagd om hier aan de werknemers van Humanitas een kennismakingsworkshop te geven over mindfulness. Ja, mindfulness is niks anders als aandacht. Aandachtig zijn en opmerkzaam zijn in wat er nu is. Welkom allemaal. Ja, ik begin gewoon. Ja. Kletsen we zo door, hè. Hartstikke leuk dat jullie belangstelling hebben. Dat is dus opmerken van hoe het met je gaat. Dat je bewust bent van hoe je lichaam aanvoelt. Welke gedachten je hebt. En welke emotie je hebt. Die drie zijn belangrijk om je op te richten. En daar gebruik je je zintuigen voor. Hè? Je hoort geluiden. Je voelt je lichaam. Je proeft dingen. Dat zijn allemaal, als je bewust bent van je zintuigen, als je die gebruikt, dan zit je gelijk alweer in het nu. Dan ben je niet met je gedachten van, oh, wat moet ik allemaal nog doen? Hoe was het gisteren en hoe moet het morgen? Je gaat gelijk weer terug naar, hoe voel ik me nu? Er was er één die aangaf, ik vind dit heel erg moeilijk. Ik word heel ongeduldig en ik denk, waarvoor is dit? Ik heb bijvoorbeeld oefening gedaan met heel langzaam een rozijn eten. En dan zegt diegene, want je kunt thuis ook met alle aandacht een eerste hap van je maaltijd nemen. Nou zegt iemand, dat vind ik zonde. Dat vind ik zonde van het eten om dat heel langzaam te doen. Dat kan. Dus die had helemaal niks mee, zeg maar. Hè? En de grootste deel die zei, oké, heerlijk. Ik merk dat ik hier ontspannen van word. Het is heel, heel duurzaam. Je investeert in je werknemers als je ook hen de kans geeft jezelf te ontwikkelen. Je kunt alleen maar groeien door bewust te worden van hoe je erbij zit. En accepteren dat je bent zoals je bent. En dat de ander ook is zoals die is. En dat je daardoor dan soms al wat minder gestrest bent. Tot slot kon er deelgenomen worden aan een fitnessworkshop van de huisfysiotherapeut. Nou, het was de vraag van Humanitas al een tijdje geleden aan ons om ons eens te gaan verdiepen in hoe we nou het personeel hier vitaler kunnen krijgen. Nou, en het Evi, dat is die dat hier allemaal op poten zet, die heeft gevraagd of we een leuke avond kunnen organiseren waarbij de mensen gaan kennismaken met allerlei aspecten van vitaal worden. En fitness, zoals je hierachter kunt zien, daar is daar een onderdeel van. En ik vertel vanavond wat aan de mensen, wat er gebeurt met hun lijf als ze zich gaan inspannen. Wat de bedoeling is, dat we een programma gaan maken, daar zijn we nu mee bezig, waarbij we een volledig vitaliteitsconcept aanbieden, waarbij alle onderdelen die van belang zijn voor een gezond leven, dus niet alleen bewegen, maar voeding, ontspanning, noem alles maar op, niet roken, veel water drinken. Dat zijn allemaal aspecten die van belang zijn. Dat gaan we dan in een jaarprogramma verwerken. En dan is het de bedoeling dat wij met andere partners twee keer in de week hier op Humanitas een uur ter beschikking zijn om de mensen te begeleiden en om ze zover te krijgen dat ze daarmee aan de gang gaan. En het is nu natuurlijk een beetje kennismaken, maar het wordt al gauw een beetje gelach en gegiebel. Maar als je dan een beetje vertelt over de achtergrond van bewegen en wat dat doet met je lijf, ja, dan gaan ze er toch wel heel serieus naar luisteren. En zeker als je dan ook nog even een paar metingjes doet hier en daar en je ziet dat inderdaad hartslagen enorm snel al oplopen tot boven de 150, terwijl mensen maar 2 minuten even wat doen. Ja, dan schrikken ze er dan toch wel van en dan worden ze er toch wel een beetje serieuzer bij. Ja. Ik heb hier even nog een telefoon even laten zien. Ja. Je kunt de voeten op, ja? Oké, dat is goed.
Nou ja, we willen een algemeen doel stellen, dus dat mensen gewoon fitter zijn in zijn algemeenheid. En we willen proberen te kijken of we bij iedereen ook een persoonlijk doel kunnen bereiken. En dat kan bij iedereen verschillend zijn. Iemand kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil zo graag een keer die IJsselloop doen in april. Daar wil ik naartoe trainen. Hè. Ze hebben dit jaar meegedaan met roeien, met bedrijfsroeien van de Ventria. Dat mensen zeggen van ook, ik wil zo opgetraind zijn volgend jaar dat ik daaraan kan meedoen. Maar het is natuurlijk het algemene doel blijft natuurlijk dat je gewoon veel weet over een gezond leven. En dat je gewoon zelf happier voelt. Ik heb even genoeg van achter het beeldscherm zitten. Ik heb nog 10 dingen te doen, maar ik neem even een paar minuten adempauze. Dat kun je ook doen door bijvoorbeeld 10 maal diep adem te halen. Of door je even een paar minuten terug te trekken. Ter overdenking. Doe je werk dat je nog leuk vindt en past dat nog bij je?